Met de handen zo in doen, hè? Zo. Ja, niet zo. Want dan, hey, dan druk je hem door de ingewanden. Pak hem maar bij de hun, ja, zo. Vast houden. Ja. Die andere hand op, man, poeber. Zo, ja. Hier bovenin. Ja, ik kan bij een koe niet zien wat het verschil is tussen een anus en een vagina, hoor. Gaat het even Gerrit. Serieus? Is het deze, dit gat hierin? Ja. Bij mij zit het ook eerst bovenonder. Dus het zou misschien wel logisch zijn, ook bovenonder. Maar dat was dus niet zo, want bij haar komt eerst de anus en dan de vagina. Ja, doe maar, doe maar, doe maar, ja. Doe maar in, ja. Zo is het goed. Heerlijk, of niet? Oh nee, ze wil weg om met die kop. Waarom die koe? Maar hij gaat niet verder, hoor. Drukken, drukken, schat. Die koe, die koe. Oh, krijg ik het niet. Oh mijn god, ja. Wat gaat ze doen? Ja! Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Ik heb, hou er niet meer, hoor. Maar hij nu voelt dat er maar in zit. Hallo, Gerrit. Maar die... Gerrit, kom op, Kim. Ja. Kom op, je kan het. Ga erin. Ga erin met die vuist. Drukken. Drukken. Spuug erop. Zit je erin? Wat goed. Wat voel je? Nou, ik voel dat haar baarmoeder heel hard en opgezet is. Hoe weet je dat nou? Nou, ik voel wel dat er wat zit, hoor. Ja, ik weet niet wat het is. Ik vond het een vieze klus, maar ik vond het wel bijzonder om te voelen. Het is gewoon weer een nieuw leven en dat is mooi. En dan moet je dat met de haan erop trekken. Dan kan hij die haas gaan trekken en ik die haasje niet smerig. Gadver. Dit is wel echt een toppunt van zuinig. Die handschoenen die kosten 20 cent per stuk. En die wilt hij nog even gewoon dat ik die oude van Kim aandoe. Nou, sorry, maar... Oh, dit is echt boerengierigheid. Even nat spugen? Ja, ja, zo, ja, spuug er maar niet op. Dat is maar goed. Ja, dat doe maar. Ja. Nou, niet te hard, rustig. Heel zachtjes. Oh. Oh. Eigenlijk is het een beetje hetzelfde als bij een mens. Je moet er gewoon een beetje zo lekker over wrijven zo. Spugen op de hand. En dan ga je er zeg maar zo langzaam in. En dan ontspannen. En dan ontspant die koe. En dan gaat... Zo, en dan zit je erin. Hij voelt... Oh, ik zit erin. Ja, hier. Hij zit er wel in. Nou, je voelt iets spattelen. Kauw, hè? Ah. Ja. Oh. Ze heeft een baby, hè? Ja. Ze heeft een baby. Ja. Ja, ik kan wel zeggen van ja, dat is een heel mooi moment, maar ik vond nee. Nee hoor, ik weet niet hoe snel ik die mama klauw eruit kon halen toen ik dat voelde. Wij? Ze is zwanger, ze is drachtig. Ja, drachtig hè? Ja. Nou, is dat goed. Nieuw, Kim en Koen gaan het anders doen. Alleen te zien op Discovery+.